Na 2 jaar van afwezigheid is Jumping Indoor Maastricht weer terug in Limburg. Tijdens de 24e editie waren 3 dagen lang een aantal van 's werelds bekendste paarden en springruiters te bewonderen. We zijn blij dat de eerste editie op dit moment heel geslaagd is geweest. We zijn goed begonnen, we hebben enthousiast veel publiek gehad, goede ruiters. Dus we mogen spreken van een zeer geslaagde herstart. Als een evenement niet meer goed gaat, het gaat 2 jaar niet meer door en je begint dan als nieuwe organisatie om het evenement weer op de kaart te zetten. Ja, dan weet je nog niet van tevoren hoe de ruiters reageren, hoe het publiek reageert, hoe de sponsoren reageren. En dat is allemaal op zijn plaats gevallen en dat is even spannend. En als het dan inderdaad succesvol is, ja, dan is dat wel een voldaan gevoel. Ook Rabotalent Jody van Gerben nam deel aan het evenement. Hoewel de sportieve resultaten van de Limburgse wat tegenvielen, is ze toch enthousiast. Er zijn heel veel wedstrijden eigenlijk boven in Nederland, in het noorden en midden. En in het zuiden is eigenlijk alleen Maastricht. En voor de mensen hier uit de buurt is het natuurlijk ook hartstikke mooi. En ja, het is natuurlijk hartstikke fijn dat zo'n wedstrijd weer op de kaart wordt gezet. Ik heb heel graag mooie evenementen in ons eigen land. Dat het voor mij ook heel goed is om mee te kijken, om mee te observeren van wat doen we ruiters. Het is voor Nederland belangrijk dat we goede concoursen hebben, dat we niet achterblijven voor de rest van de wereld. Dat zijn de belangrijke punten. En dan sportief gezien moeten we kijken dat we Nederland ook op de kaart houden. Het is belangrijk voor de stad Maastricht en voor de regio hier in Zuid-Limburg, maar voor de hele provincie, dat zo'n mooi evenement weer terug is. Het is echt een impuls voor de regio en de provincie. Maar ook voor dit grote evenementencentrum, het MEC in Maastricht, dat daar verder een nieuw leven in wordt ingeblazen. Wat is de status van dit evenement? Het is op dit moment een 3 sterren CSI-event. We hebben bewust voor gekozen om rustig te beginnen. En we zijn nu aan het kijken wat zijn de mogelijkheden om de komende jaren door te groeien naar een 4 sterren of misschien wel een 5 sterren evenement. Nou, het is echt een evenement met cachet, met allure, met uitstraling. En dat is wel voor ons heel belangrijk om dat ook aan onze klanten aan te kunnen bieden. Want dat doen we ook naast het mogelijk maken. Van dit evenement, het mede mogelijk maken daarvan, nodigen we ook onze klanten en leden uit. Het is een top evenement waarvan het hartstikke belangrijk is dat het hier nu weer plaatsvindt. Hoe zien jullie de toekomst tegemoet? Ja, we zijn blij met deze editie. Iedereen is enthousiast. Dus ja, we zijn heel positief over de toekomst. En Jim zal ook in 2014 weer op de kaart staan.